Dit is de kamer van Michael met het project zoals het tot nu toe is geworden. Er is wel aardig eentje op te schieten. Het begon met een eland. En daar is mijn signatuur. Allemaal runen op een rots ergens in Zweden, rotsblok. En met Jaspertje. Die zit daar. Nou, de eland die staat dus in het landschap. Hij wilde berkenbomen en dennenbomen. Dus de dennenbossen. Okay. Het landschap. Met het meer in de verte en de volle maan. En dan zit daar een grote uil. De berkenbossen. Die valt dus samen met de ene kant van de hoogslaper. En dan komt daar achter de boom vandaan, komt daar ook nog een hertje. Een hinde. Op ware grootte, die komt er achteraan stappen. En dan hier boven het bureau. Ik ga langs de boom weer omhoog. Dit moet nog allemaal ingevuld worden. En dan komt hier zo bij het bureautje. Zie je een vleermuis. En ik moet even kijken welke het ook alweer was. Maar het is er eentje die in Zweden voorkomt. Nou ja, en voor de rest natuurlijk paddenstoelen. En aan de andere kant ook nog een boom. Dat is zo goed. Kijk, er zit een eekhoorntje in. En die groeit hier, de boom. Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. En dat witte heeft mijn dochter gedaan. Die had ik getekend. Die heeft zij weer ingevuld. Dus dat wordt de kamer. Dat is het werk zoals het tot nu toe is gebeurd.